Toen het virus kwam en ook mijn kapper dicht moest, hoe moest dat met mijn haar? Mijn haar dat groeit maar door en kriebelt in mijn oor, al maandenlang geen schaar. Een grijze landingsbaan kijkt me in de spiegel aan, oh, hoe moet dat met mijn haar? Een matje in mijn nek, ik loop toch echt voor gek, hoe moet dat met mijn haar? Ik wil naar de kapper, zet die lockdown nu eens stop. Ook mijn Henk is ontevreden en wil een opgeschoren kop. Als ik hem zou knippen, dan deed hij dat ook bij mij. Nu heb ik opeens een pony en Henk lijkt op een ei. Kwam laatst mijn kapper tegen, heb nog wat tips gekregen, maar hoe is het nou met haar? Ze doet zo goed haar best, online trainen met de rest. Hoe is het nou met haar? In haar gesloten pand, al maandenlang geen klant. Hoe is het nou met haar? Bestel een kleurpakket, krijg ik dat voor elkaar? Hoe moet dat met mijn haar? Wanneer mag jij weer open? Alleen jij weet hoe het moet. Komt smet echt wel mijn handen en draag een masker op mijn snoet. Want als jij op mij wacht, wacht ik toch ook op jou. Dit gaat ooit weer voorbij, dus hou een plaatsje voor mijn vrouw. Ik hoop dat jij het volhoudt, want er komt niemand aan mijn haar. En als ik lang grijs haar heb, pak jij dan weer je schaar. Want als jij op mij wacht, dan wacht ik toch ook op jou. Het is wel een groot karwei, dus hou een plaatje voor me vrij. Als je open gaat, dan bouwen we een feestje. Knip je tot 's avonds laat. Sta jij weer met je team klaar en kom ik elke week, dan heb ik weer mooi haar.